Dit is een hele korte uitzending, hoop ik. Gaat over dat ik denk dat ik op een of andere manier een Facebook-ban heb opgelopen. Maar dan niet dat ik geband ben, maar een soort silent ban. Ja, je kijkt momenteel naar mijn YouTube-studio-dingen. Ik zit nu in de view-mode. Ik kijk gewoon naar een filmpje van mij. Dit filmpje er gaat, is nieuwsuitzending 587. Die ga ik nu even sharen. Op Facebook. Ik kan zelf meekijken. Hoe lang het gaat duren? Nou, 53. Even opschrijven. Nou, hieronder staat plaatsen op Facebook. Zo met iets kleiner. Deze knop, ja? Okay. Nou, nu is die geplaatst op Facebook. Klik ik ergens buiten dat venster. Kan niet echt terug. Mijn weg begint een beetje. Merk het dan. Dan ga ik naar Facebook toe. Vraag ik hier een refresh. Kijk, daar staat hij. Je kan het zien. Hè? Dit werkt. Ja. Maak ik een nieuw tabblad. Ga ik opnieuw naar Facebook. Nou, er zit er eentje boven, maar dat kan. Iemand heeft naar mij wat gepost. Maar waar is die dan? Waar is die van mij nog gebleven? Heel rustig scrollen. Hè? Even kijken op die oude. Die kunnen ze niet zomaar veranderen. Hè? Organize, play and share your games. Maar dit is een reclame. Dit is van Sietse Friesma. Ja. Kijk, ik sta hier bovenaan. Zojuist, YouTube. Iedereen mag het zien. Wat is dit? Daar kan je blokken. Dat begrijp ik niet meer. Deze. Die is een post van 8 uur geleden. Kijk hier naar boven. Ja, die is van 8 uur geleden. Ja. Ziet ze Friesema, gele hesjes, geweldloos.nl, Yellow Fest Without Violence. De media vertelt over alles, wat is het? Oh, dat is precies dezelfde tekst. De media vertelt de media u alles, opstand. Nou, dat staat hier ook. Vertelt de media u alles. Zij willen, als laatste, zij willen niet dat u dit weet, want zij zijn bang dat de opstand te groot wordt. Lalalala. Dat is dit bericht. En die staat nu weer gewoon bovenaan. Dus ik zet iets op Facebook. En dan staat hij er ook. Maar dan, nog geen minuut later, Pleitenstein. Geinig, hè? Is er iets kapot bij Facebook? Moeten ze mij even in dienst nemen? Ik kan ook programmeren, dan zal ik die wel uitzoeken. Hoe kan het nou? Ja, dus als ik op YouTube een share doe, dan zit ik hem keurig staan. En dan denk je, oh, hij staat erop. Ja. Dan ga je even thee drinken. Ja, dan zeg je dit, oh, hij staat erop. 2 minuten geleden. En binnen 2 minuten, weg. En dan staat die man met die, Aristoteles, die zaten dan. 5 uur geleden, snap ik dat ook niet. En deze is 8 uur geleden. Ik begrijp niet waar een post van 8 uur geleden bovenaan staat.
Is het 5 uur geleden? 9 uur geleden? Oh, dit is 1 uur geleden. Die staat er niet helemaal bovenaan. Ook 1 uur geleden. Ah. Mijn post staat er niet meer tussen. Dus... als je makkelijk bij mij wil komen, dan moet je dat via Facebook doen. Via YouTube doen. Van YouTube. Zoeken op Piggy Winkel. En dan klik je hier. En dan zie je alles staan. Dus ik ben niet echt weg, maar... van Facebook is het... no go. Ik denk dat ik van Facebook afga. Best veel reclame en... ja. Moet ik dan op Twitter gaan of zo? Ik zou het niet weten. Betere trefwoorden gebruiken. Dat is, is ook wel leuk dat ik even hier, nou, toch hier ben. Die playlists, die zijn wel aardig. Maar goed ingedeeld. Filosofie, daar komt er nog eentje nieuw, komt eraan. Leuk. Die Apollo-uitzendingen, die zijn echt super geinig. Dan kan je echt lachen, joh. Deze ga ik eraf halen, denk ik. Die kan er, denk ik, ja, die laat hem even staan. Jullie klojo's is, zijn ook maar weg. En vrouwen, denk ik, ook maar weg. En buitenlanders, daar heb ik een ban op gekregen of een warning. Ik werd niet zo op prijs gesteld. En ik geloof ik die views ook niet. Ik denk dat dat een beetje onderdrukt wordt. Je moet het kennelijk niet te bond maken. Nou, duidelijk, hè. 5 minuten geleden. Ja, en dan is die blij. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Als ik kijk op mijn analytics... er wordt er best wel gekeken naar mijn kanaal. In de afgelopen 4 weken is daar 2.500 minuten naar gekeken. En wat zie je dan? Ja, een hele oude van voor vrijmetselaars. Deze is iets recenter, die is ook iets recenter. Die is weer wat ouder. En dan 240, dat is echt een hele tijd terug, hoor. Over Charles Darwin. En deze, 215, een hele leuke is dat. Die is de laatste 4 weken 3 keer bekeken. Dus je kan er nog steeds wat naartoe. Dit materiaal niet weggooien. En trouwens, al doen ze dat wel. Ik heb alles hier staan op mijn NAS. Want anders dan zet ik zelf wel een streaming service op. Wat is dat nou? Ik ben niet voor 1 gat te vangen. Hey Reuze, bedankt voor het luisteren. Ik maak het niet te lang, want ik zit aan het screencasten. En dan loopt mijn harde schijf helemaal vol. En op zijn hamburg zeg ik daarom tjus. En dag Facebook.